vandaag weer een top of flop video. En voor jullie gaan denken dat ik hier naakt zit, no way. Ik heb wel degelijk iets aan. Weliswaar voor deze video, want vandaag ga ik voor jullie reviewen Tattoo for a Week. Tattoo for a Week heeft mij gecontacteerd een aantal weken geleden. En ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie was ik er niet direct van overtuigd dat dit wel iets leuk was. Uiteraard wel een leuke website, maar of dat het wel iets voor mijn kanaal was. Maar dan ben ik toch een kijkje gaan nemen, want ja, nieuwsgierigheid, dat kan geen kwaad natuurlijk. Op de site en wow, ik was gewoon ongelooflijk verschoten van het aanbod van tatoeages, tijdelijke tatoeages, dat ze eigenlijk hebben. Het is echt een enorm groot assortiment. Echt voor iedereen wel iets. Onder andere heel veel fashion tattoos, tattoos geïnspireerd op sterren. Ik bedoel dan Hollywood sterren, zo bekende mensen. Sterren tattoos vind je er natuurlijk ook wel terug. Je hebt er wonden, dus van die meer ja, prosthetics meer heb je daar. Je hebt juweeltjes voor op je gezicht te plakken. Je hebt van die lip tattoos. Je hebt van die lined tattoos. Je hebt echt enorm veel, te veel om op te noemen, maar echt, daar moet je zeker eens een kijkje aan nemen als je geïnteresseerd bent in bodyversiering die er ja, tijdelijk op zit. Dus ik had, ik had eigenlijk teruggemaild dat ik wel geïnteresseerd was, omdat ik toch wel vond dat er heel wat interessante dingen bij zaten. Dingen waar ik van zei, oeh, daar zou ik toch echt wel eens een keer willen proberen. En dus had ik een pakketje gekregen. Ik heb zelf de spulletjes mogen uitkiezen van de mensen van Tattoo for a Week. Het is trouwens een Gents bedrijf. Dus de hoofdkwartier van Tattoo for a Week zit in Gent. Zij waren heel erg vriendelijk en hebben mij dus ja, de kans gegeven om dat eens te ontdekken. Dus vandaag gaan we samen eens kijken of het ja, de moeite is of niet. Mijn eerste indruk nu, al zonder de tattoos te testen, is al vrij positief. Het was op 2 dagen was het bij mij. Dus de dag dat ik het aangekocht had op de website en betaald had, zogezegd dan, was direct al een verzendingsstatus. Dat ze het al direct ontvangen hadden en dat het verzonden was. En de volgende dag zat het pakketje gewoon in mijn brievenbus. Dus dat was enorm snel, super efficiënt. Alles wat ik had besteld zat erin. Er zat ook een factuurtje bij met alle producten nog eens op met de juiste prijzen erbij. En ik had ook nog 2 gratis tattoetjes erbij gekregen. Er stond er ook bij gratis tattoo, dus ik veronderstel, ik weet het nu niet zeker, dat iedereen die er gratis bij krijgt. En het is best nog wel een leuke tattoo, een vogeltje. Ik denk dat die voor de meeste vrouwen, misschien zelfs mannen, ook wel leuk is om eens te gaan testen. Dus mijn eerste indruk, efficiënte site, heel groot aanbod, snelle verzending. De verzending kostte voor dit pakketje, ik heb mogen uitkiezen voor 25 euro, denk ik 1 euro dat erbij stond, dus dat valt eigenlijk ook wel mee. De prijsjes van alle producten laat ik jullie ook zo dadelijk hieronder nog even weten, samen met het linkje naar de site om ook eens een kijkje te gaan nemen. Dus de eerste was dit gratis tattoetje, heb ik al laten zien dat ik er 2 van had gekregen. Dan wat had ik nog besteld, dit zijn van die skin gems. Dus juweeltjes voor ja, op je huid te plakken. Dit kan je op je gezicht plakken als bij wijze van een extra touch aan je make-up. Maar kan je bijvoorbeeld ook heel mooi op je lichaam plakken. Ik denk dan aan bijvoorbeeld op je décolleté of zo, kan dat heel leuk zijn. Dan kocht ik nog van die bindis. Bindis, ja, van die Indische, hoe noem je dat? Ja, bindis, hè. Dit is echt super leuk. Toen ik zag dat ze dit had, was ik helemaal verkocht. Ik ben daar een aantal jaren geleden naar op zoek geweest voor een look voor jullie en ik vond dat nergens. Dus nu weten we dus waar je ze kan vinden. Ze hebben er nog heel erg veel mooie. Ik heb nu voor een vrij simpele kleur gekozen, dus gewoon een zilveren. Maar je hebt er ook met multikleuren, je hebt er ook met bepaalde vormen. Dus echt wel tof om daar eens te gaan kijken. Dan kocht ik nog, of bestelde ik nog deze tattoo met love. Wacht, ik denk dat het andersom is. Live, love. En love. En die dacht ik voor op mijn pols aan te brengen. Denk ik wel leuk is. Ze hadden nog een andere tattoo met 3 andere woordjes.
Fate of Believe of zoiets. Maar ik vond deze leuker. Je kan die natuurlijk ook uitknippen en individueel één woordje doen. Maar ik denk dat ik ze zo dadelijk alle drie ga gebruiken. Dan kocht ik nog deze. En die zag ik direct en dan dacht ik, ja, die moest ik hebben. Dit is zo trendy en populair nu op dit moment. Dat zijn van die gouden, ja, zilveren metallic tattoos. En deze zijn misschien leuk om hier op je arm te plakken. Dus deze, hier zitten er drie bij. Dus dan kan je ze uitknippen en individueel gebruiken. Of gewoon allemaal tezamen doen. Deze ook. Nu bij deze, dit vond ik een beetje raar. Bij de andere zat er altijd zo'n plastic dingetje. En bij deze zit geen beschermhoesje of zo aan. Dus ik weet niet of dat normaal is. Hier staat ook op Remove Clean Protective Top Sheet. En die zit daar nu niet op. Dus ik weet niet of dat een foutje is of zo. Maar die zit er dus niet op. Hij voelt op zich ja, zacht aan. En ik heb nu een beetje natte handen. Dus hij plakt wel een beetje. Dus ik denk dat hij ook wel gewoon zal werken. Ik hoop het toch. Want ik vind die heel erg mooi deze. Dan kocht ik nog de laatste gouden. Dat zijn van die pluimpjes. Die hebben echt zoveel mooie designs. Het was zeer moeilijk om te kiezen voor mij. Maar ik ben uiteindelijk voor die pluimpjes gegaan. Je ziet ook heel duidelijk bij die pluimpjes dat het een heel erg fijn structuurtje is. Dat het heel fijn is van streepjes. Hoe zeg je dat? Dus dat betekent ook wel dat het ja, toch wel goede kwaliteit is, denk ik. Deze is iets minder fijn, maar deze is echt wel heel erg fijn gedetailleerd. Dat is wat ik zocht, gedetailleerd. Dan kocht ik nog twee, bestelde ik nog twee gekleurde tattoos. Deze van Ed Hardy. Ik ben daar zo stiekem toch wel een beetje van die Ed Hardy tattoos. Het geeft mij zo echt een bad girl rock and roll gevoel. Ik ben dat absoluut niet, maar zo doen alsof is toch wel zeer leuk. Dus deze ga ik zeker ook proberen op mijn schouder. En dan de laatste vond ik ook nog wel leuk. Dat zijn van die juweeltjes. Een aantal jaren terug was denk ik bij Chanel of bij Dior, een van de twee, het enorm trendy van die plaktattoos op de catwalk. Dus deze zijn daar waarschijnlijk helemaal ja, door geïnspireerd. Dus die zijn ook leuk om aan te brengen op je décolleté gedeelte, op je pols. Ik ben zelfs aan het denken om zo'n hangertje, is misschien wel leuk om achter je oor te zetten. Zo, veel mensen hebben daar zo'n sterretje. Misschien is het wel leuk om daar zo'n strikje of zo'n medaillon te zetten. Wie weet, moeten we even proberen. Goed, dit waren dus al de tattoetjes die ik heb gekozen. En we gaan nu een aantal gebruiken en zien wat ik ervan vind. Laat ik voor we beginnen eerst even de instructies lezen. Dan weten we allemaal wat we allemaal moeten doen om deze mooie tattoos op ons huid aan te brengen. Temporary tattoo directions. Skin should be clean and free of oils and makeup. Dat is het geval. Cut out desired tattoo and remove clear protective top sheet. Dus verwijder het plastic beschermlaagje. Press tattoo firmly onto to clean dry skin with design facing down. Dus dan breng je het aan op je huid. Hold wet cloth against back of tattoo. Press down and make sure to wet it thoroughly. Dus hou het erop, duw goed aan en maak je, wees er zeker van dat je de tattoo goed nat maakt. Wait 30 seconds, don't hurry. Peel off paper backing. Dus wacht 30 seconden, geen haast, wacht 30 seconden. En daarna kan je het papieren velletje eraf trekken. En aan de laatste, mijn Engels, hè, ik ben daar zo fantastisch goed in, dat hoor je. Gently rinse. Image with water for best effect. Dus nadien ga je dan nog even met wat water over de afbeelding gaan voor het beste resultaat. Goed, ik heb nu deze vast. Laten we hiermee beginnen dan. Ik heb hier een kom met een washandje en een klein beetje lauw. Ondertussen is het koud water bij mij staan. En ook nog een klein droog handdoekje, want ik ken mezelf al. Ik ga hier sowieso kliederen en morsen. En dat vind ik dan toch weer niet zo fijn. Dus goed, ik ga mijn washandje even uitwringen, dat het meeste water eraf is. Druppel, druppel, druppel. En dan zo hebben we het hier liggen. En dan ga ik mijn
tattoetje nemen. Ik ga, zoals er, mijn huid is dus proper en vetvrij. Ik ga het beschermlaagje eraf halen. Spannend. En dan ga ik het, ik ga jullie een beetje lager zetten. Ja, ik heb niet de mooiste bovenarmen. Ik heb een beetje, ja, rode armen. Maar goed, daar moet je dan maar even niet naar kijken. Ik ga deze nu niet uitknippen, maar ik ga hem gewoon hier opplakken. Zo. Dat ging al makkelijk en vlot. En dan gaan we met het nat washandje hier goed opdrukken. Tellen jullie mee tot 30? 1, 2, nee, nee. Ik ga een beetje nat maken. Oké, dit heeft nu zeker 30 seconden de tijd gehad om ja, het water te absorberen. En nu ga ik eens kijken of hij gelukt is. Heel erg voorzichtig ga ik hem eraf halen. Oh ja, leuk, leuk, leuk. En zoals je ziet is hij vrij goed gelukt. Nu ga ik nog heel even, zoals op de verpakking stond, met nog een beetje water er zachtjes overgaan voor het beste effect. En ik vind vanaf hier, ja, het blinkt nog wel wat, dat hij er nog vrij realistisch uitziet. Alright, ik ga jullie een beetje dichter laten zien. En stoer, hè? Wat denk je? Hola! Oh, ik vind dit eigenlijk superleuk. Ik ben snel enthousiast over dingen, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik vind dit eigenlijk echt wel heel geslaagd. Het ziet er best nog wel buiten het blinken natuurlijk, maar dat hebben die allemaal waarschijnlijk wel een beetje vrij realistisch uit. Ik vind het ook een leuk idee als je bijvoorbeeld een tattoo wilt proberen voor een tijd, maar je bent niet zeker of je wel, ja, staat met de tattoo of je... Ja, je wilt het gewoon eens proberen voor een feestje of zo. Zo, en die heeft nu even de tijd nodig waarschijnlijk om volledig te zitten. Dat hij er echt goed op blijft zitten, hè. Ook superleuk voor een feestje als je zo een verkleedfeestje hebt of zo voor Halloween. Oh, lijkt het echt superleuk om te doen. Dus dat is de eerste tattoo. Dus ik ga die uitknippen. En dat gaat heel vlot. Knip, knip, knip. Ik hoop dat dit ongeveer het midden is. Dus we gaan hem heel zachtjes... Oh ja, hij komt er eigenlijk vanzelf af. Deze is ook heel mooi, zeer fijn. Wacht, ik ga een beetje jullie wat beter laten zien. En dat is deze. Heel erg fijn. Ja, hij was voor mijn pols een beetje te lang. Maar ja, het is de binnenkant van mijn pols, dus dat is niet zo erg. Beter dat hij een beetje te lang is dan een beetje te kort. Maar heel erg leuk, heel erg fijn ook van textuur, van grootte. Dus wel leuk om, ja, toch te hebben. Deze ziet er ook echt super leuk uit, super shiny, super mooi. Ik heb hem wel een beetje scheef geplakt, maar dat ligt echt aan mij, niet aan het tattoo zelf. Dus deze is ook echt heel erg, erg leuk. Alright, let's see. En deze is ook echt super leuk. Tot nu toe ben ik, ja, heel erg enthousiast. Ik vind het eigenlijk een super leuk concept. Ja, van dichtbij zie je wel dat het niet echt is, maar ik vind van ver, zoals deze bijvoorbeeld, ja, zie je het eigenlijk niet echt. En zelfs als je het ziet, het is ook maar gewoon voor de fun natuurlijk. Waar denk ik ook nog aan dat dit leuk is om te hebben, bijvoorbeeld als make-up artist. Als je een bepaalde film moet doen, als je voor een bepaalde shoot iemand vol met tattoos wilt zetten, dan is dit denk ik wel heel erg leuk om ook als make-up artist on hand te hebben. Ik ga hier zelf verder nog een beetje mee spelen. Ja, ik vind ze tot nu toe echt heel erg fijn. Ik denk dat ik zeker wel nog meer dingen zal bestellen in de toekomst van de site. Ook natuurlijk voor jullie om een paar looks mee te doen. Ik ben met een aantal van de leuke goodies nog wel iets van plan. Dus daar kan je ook naar uitkijken. En ja, is het een top of een flop? Voor mij toch wel een top. Ik snap dat niet iedereen direct van de eerste keer een tattoo wilt. En die willen misschien wel eens een keer proberen om te zien of dat die plek mooi is of dat ze de tattoo niet snel beu worden. Het is maar voor een weekje dat ze erop blijven, dus dat is het ideale moment om gewoon eens te proberen. Of je wilt gewoon eens een keer zot doen in de zomer, je wilt je vrienden foppen,
weet ik veel. In de zomer van die gouden tattoos zijn ook echt heel trendy. Heel erg leuk voor een festival of zo. Voor een verkleedfeestje is dat zeer tof om eens te proberen. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Leuk concept. Ik ben zeker van plan om in de toekomst ook nog wel eens wat te gaan bestellen. Waarschijnlijk ook wel voor wat video's mee te maken. Ik denk dan vooral aan Halloween in oktober. Heb ik wat leuke inspiraties opgedaan. Dus voor mij zeker een top. Ik ga ook even kijken op de site. Misschien vind je voor jezelf ook wel een tattoo. Ze zijn ook helemaal niet duur. Dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. Maar ik geloof dat een gewone tattoo zoals deze. Of zoals deze iets van een 2 euro kost. 1 euro 80, 90. Dus die kosten iets van een 1 euro. De prijsjes gaan hieronder nog staan. En gewoon eens kijken, gaan nemen op de site en dan zie je ook alle prijsjes terug. Goed, bedankt voor deze video. Nee, bedankt voor het kijken naar deze video. En zoals gewoonlijk, tot mijn volgende video. Bye!